Ja, tijdens je opleiding in 2017 begon je dus inderdaad met de BNNVA Academy. Waarom dacht je, ik ga de Academy doen? Ik dacht, lachen, ik heb een minorruimte en ik heb niks te doen. Je moet natuurlijk gewoon een minor volgen in je minorruimte. Maar ik dacht, nou, als ik auditie doe, dan weet ik in ieder geval of ik het nog kan. Want ik had als kind een paar dingen gepresteerd. Toen dacht ik, even testen of dat nog iets is wat ik leuk vond. En ik zat in een auditieruimte met Kerkenauta, die helaas is overleden. En die dacht toch echt wat in mij te zien. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor. En toen ben ik er doorheen gejast. Door Sahil ook. Want Sahil die bleef maar zo van, jullie moeten haar nemen. Nog een moslim, leuk. En zo irritant dat op een gegeven moment Gerken mijn foto had gepakt en had weggegooid van die haar erover. Maar ja, dus dankzij Gerken en Sahil en heel veel leuke collega's ben ik er doorheen gekomen. Doe je alsof het alleen maar door andere mensen komt. Je bent toch zelf ook gewoon doorheen gekomen? Presenteren doe je ook omdat andere mensen je leuk vinden. Je hebt niet alles in de hand. En het is heel gezond om zo te denken. Anders denk je alleen maar dat het aan jou ligt. Maar wat trok je dan in BNNVARA? Er zijn natuurlijk heel veel plekken waar je thuis kan lopen. Wat was dan de reden van BNNVARA? Het is een hele progressieve omroep. Die toch programma's maakte die midden in de samenleving blijven staan en actueel blijven. En ook waar jonge mensen toch wel een kans krijgen om gewoon voor de ontwerpen te staan die ze zelf leuk vinden. En waar hun creativiteit centraal staat. Dus dat trok me heel erg aan. En dat bleek ook echt zo te zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, maar heel veel uitproberen daar. Ja. Maar in het begin zei je tegen BNNVARA dat je geen spijt en slik wilde doen. Nee. En ook niet langer dan 2 weken weg wilde. Nee. Hoe reageerden ze daar toen op? Okay, maar dat betekent dus dat we wel een probleem hebben. Want in de route die je toen als presentator liep, werd je eigenlijk klaargemaakt voor spuit en slikken. Dat was het ding dan? Ja, want ze hadden geen ander programma met jonge presentatoren toenertijd. Ja. En toen heb ik geluk gehad dat ik bij DWDD was. En dat Matthijs van Nieuwkerk zei, die doet dan die live reclames voor de uitzending. En die zei van, ja, wie wil er presentator worden van jullie? Nou, ik heb graag mijn handje omhoog, weet je wel. Zei hij, nou, jij hebt een grote mond, kom maar hier zitten en je gaat live de promo doen. Dus ik kreeg een autocue en een blaadje in 10 seconden. En doe maar leuk. En dat lukte. En toen ben ik er weer terecht gekomen. Maar dus door geluk, maar hoe reageerde toen jij zei van, ja, ik ga dit doen en ik wil dit ook niet? Ja. Toen zeiden ze van, we zien wel na 6 maanden. Want je krijgt geen vast contract, hè. Het is gewoon 6 maanden. En in die 6 maanden ben ik dus bij DWDD terecht gekomen. En toen was er opeens wel een route naar een langere plek bij BNNVARA die niet drugs- of sekscontent gerelateerd was. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor een omroep als BNNVARA dat ze dat misschien als een beperking kunnen zien. Ja. Hoe heb jij er dan toch een soort positieve draai aan weten te geven? Omdat ik andere dingen aanbood. Gewoon, ik wil dit niet, maar ik kan dit wel. En zo heb ik mijn hele carrière eigenlijk. Ja. Dat was toch ook een stukje dat zijn vader tegen haar zei van iets met laat je niet ontslaan als je goed bent. Ja, zorg dat je zo goed bent dat je niet kan ontslaan. Ja, precies. Ja, dat ze niet kunnen ontslaan. Dus elke keer als jij iets kreeg van wat je moest doen en je niet wilde, zei je nee, maar ik heb hier 5... Nee, letterlijk. Gewoon, ik wil geen condooms over dildo's doen. Daar ben ik niet comfortabel bij. Dus ik wil dit wel doen. Maar je gaf dus wel elke keer als je een alternatief zei, Ja, wat misschien dan ook wel interessant is, is dat in de media vaak wordt gezegd, verleg je grenzen, hè? Ga verder dan je denkt te kunnen. Sure. Maar hoe belangrijk is het dan om je grenzen aan te geven? Want het heeft super belangrijk! Hebben jullie niet meegekregen wat een aantal maanden geleden is gebeurd? Super belangrijk! Tuurlijk moet je jezelf uitdagen, tuurlijk moet je dingen doen die je niet durft. Ik heb een live talkshow gedaan, ik ben bij het Songfestival gaan staan, dat is doodeng. Dat is een grens waarvan ik denk, tuurlijk ga ik die 10 kilometer verleggen. Tuurlijk ga ik daarvan leren. Maar je hebt ook dingen waar jij oprecht niet comfortabel mee bent. En tuurlijk is er een bepaalde druk van, er zijn duizenden mensen die dit wel doen. Die dit beter kunnen dan jou. Die dit meer willen dan jij. En dan op een gegeven moment denk je, ja, maar ik kan ook gewoon niet weglopen. En veel succes met diegene vinden. Punt. Dat moet je ook kunnen als journalist. Leuk dat je keek. Like, deel en abonneer. Tot snel!